De intensivisten zijn sterk gedemotiveerd vanwege de situatie rondom de COVID-pandemie. Dit zei gezondheidsminister Amr Ramadien vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zal deze groep artsen moed inspreken om zich te blijven inzetten voor algemeen belang. Na de RVM hebben we een bezoek aan de intensive care van het AZP, waar we met de intensivisten gaan vergaderen over hoe gaan we verder met die intensieve zorg. Ik moet u zeggen, het zorgpersoneel, met name deze groep specialisten, intensivisten, is doodop. De mensen kunnen niet verder. Het personeel werkt zich kapot dag en nacht en de mensen zijn zodanig gedemotiveerd dat ze continu en echt wel alleen ongevaccineerden krijgen op de intensive care. En ik ga eerlijk zeggen, de gevoelens zijn niet makkelijk. Ik ga daarom zo meteen met mijn top van mijn ministerie naar de vergaderzaal van de IC. We gaan praten met de mensen om nog door te gaan, omdat we die zorg moeten blijven bieden voor mensen die ziek zijn. En ik vraag alleen de gemeenschap nogmaals, overweeg, motiveer. Ik probeer je te motiveren, ga vaccineren, omdat dat duidelijk wel beschermend werkt. Het werkt beschermend voor je eigen gezondheid. Dus, Ramadien zegt dat de lage vaccinatiegraad bijzonder veel invloed heeft op de mentale gesteldheid van medici. De artsen worden namelijk moe van de intensieve diensten en herhaaldelijk overwerk. De minister benadrukte het belang van de bewustwording rondom het vaccinatiegebeuren wederom. Maar nu kunnen we nog niet praten met een 36% of 35%. We zitten nog ver achter. Dit is ook besproken in de CARICOM, de staatshoofdvergadering, waar het heel Caribisch gebied met dit probleem struggelt. En u weet dat het Caribisch gebied erg afhankelijk is van toerisme. Dus het zijn hele grote issues die we nu moeten overkomen om te gaan naar het stukje normalisatie. Straks hebben we Oroyari. Iedereen gaat willen weten wat gaat gebeuren met Oroyari. Maar laten we eerlijk zijn, met de 40%, is niet de helft. Wat moeten we doen? Moeten we dan weer wachten? Ramadien zegt dat de beste manier om zich te beschermen tegen COVID-19 vaccinatie is. In andere landen zijn de regels aangepast, omdat de vaccinatiegraad heel hoog is en niet andersom. De bewindsman benadrukt dat de samenleving moet snappen dat vaccineren ervoor zal zorgen dat besmettingen minder fataal zullen zijn, hetgeen levens zal besparen.